Het is een eeuwenoude traditie om het jaar met vuurwerk af te sluiten. Ondanks het Korps Brandweer Suriname de nodige voorlichting heeft verschaft, waren er helaas ook deze jaarwisseling vuurwerkslachtoffers te betreuren. 6 in totaal. Volgens Mireia Rodriguez, medisch hoofd van de spoedeisende hulp, moet er met iets meer voorzichtigheid omgegaan worden met vuurwerk. Vuurwerkslachtoffers hebben al vanaf 28, de eerste dag dat er geschoten mag worden, hadden we 1 slachtoffer. We hadden gehoopt dat het daarbij zou blijven, maar helaas 31 en 1 januari hadden we dus wat meerdere slachtoffers. We hebben in totaal 6 gehad. De oudste was 57 jaar en de jongste waren 2 jongetjes van 4 jaar. Van de 6 slachtoffers waren er 2 opnames. En voornamelijk oogletsels. Er zullen wel altijd mensen zijn die zich niet houden aan de regels, hoeveel voorlichting je ook geeft. Maar ik vind het altijd wel zonde dat er ook altijd kinderen bij zijn. Dus die ouders die zouden gewoon beter moeten letten op hun kinderen. Natuurlijk heb je niet altijd ogen genoeg voor de kinderen. Kindervuurwerk, dat vind ik niet dat kan bestaan. Het is niet iets dat kinderen... waarmee kinderen zich moeten bezighouden. Maar je zal altijd slachtoffers hebben en natuurlijk hoop je elk jaar dat het minder wordt. Rodriguez zegt dat de vuurwerkslachtoffers niet voor een druk op de beddencapaciteit van het ziekenhuis hebben gezorgd. Terwijl het aantal opnames in de maanden december en januari dat wel doen. De SEH is deze maand weer eens geconfronteerd met een aantal ziektemeldingsgevallen. Bijvoorbeeld oudjaar hadden we rond de 180 aanmeldingen, waarvan 25% opnames. Maar nieuwjaar hadden we wel minder aanmeldingen, maar waren wel meer ziekere mensen. Als je kijkt naar de opnames, dat was 40%. Dus de druk op je beddencapaciteit, op je personeel, kan zijn vanwege het groot aantal mensen dat zich tegelijkertijd aanmeldt. Maar ook de opnames. Want als je geen bedden hebt, je hebt zelfs trouwens binnen gezien hoeveel mensen op rolstoelen zijn. Als opnames niet kunnen doorschuiven naar de afdelingen, dan blijven ze liggen op de SEH. En daar we de enige SEH zijn, kan je die SEH ook niet sluiten. Kijk, in het buitenland kan je zeggen van wij zijn vol, ga door naar een ander ziekenhuis. Maar die mogelijkheid hebben we in Suriname niet. Waardoor je dus genoodzaakt bent mensen op rolstoelen te verplegen. En dat is eigenlijk niet wat we willen hebben, maar helaas, we kunnen het niet anders, omdat we die SEH niet kunnen sluiten. Het medisch hoofd zegt dat dit jaar gewerkt zal worden aan verschillende aspecten binnen het ziekenhuis.